Regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname, Vijay Kirpalani, treedt vanaf zondag terug. Dit heeft hij per brief kenbaar gemaakt aan president Boutersen. Ook minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en de Raad van Commissarissen zijn op de hoogte gesteld van het vertrek van Kirpalani. Hij zegt in de brief dat hij om persoonlijke redenen zijn functie neerlegt. Door deze omstandigheden zal hij niet in staat zijn de aan hem toegewezen taken optimaal uit te oefenen. Er wordt echter gespeculeerd dat de regeringscommissaris vertrekt om onder andere het kasreserveschandaal bij de Centrale Bank van Suriname. Hem was namelijk verweten dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden op de handelingen van ex-governor Robert van Tricht. Kirpalani had op de persconferentie met de president aangegeven dat de bankwet de governor veel ruimte bood om handelingen te plegen. Het is nog niet bekend of Boutersen het ontslag van Kirpalani heeft geaccepteerd. Diverse pogingen van onze nieuwsdienst om Kirpalani over zijn vertrek te interviewen hebben niets opgeleverd.